manon. Ik heb zin in een wiepje op het balkon, manon. Een interview met de jeugd van tegenwoordig is voor een verslaggever, zeg maar, een uitdaging. Nu leg je ons zomaar woorden in de mond. Ja, ja. Nu ben je met taal aan het goochelen. Manon is de nieuwe single van de jeugd. Maar wie is Manon en hoe is ze geboren? Simpele vragen, toch? Is Manon geboren? Ja. Met veel bombardie. Wij maken graag dingen waarbij mensen zelf een beetje... waar mensen zelf invulling aan kunnen geven. Als jij nu dan meteen een soort van... Hey, wie is het? Heeft ze rood haar? Wat is haar nummer? Hoe groot zijn die tieten? Hier komen we dus niet uit. Willy, Pepijn en Freddy zijn rappers die zo'n 10 jaar geleden bij elkaar werden gebracht door muzikant Bas Bron. Zo ontstaat de jeugd van tegenwoordig. Na talloze albums en hits is de jeugd van tegenwoordig inmiddels wereldberoemd in Nederland en België. Vanwege de beat zeker. Maar ook zouden hun taalfonds, de grammatica en samenvoegingen uniek zijn. Hij zegt ook, ik sta te spacen, maar ben niet van Star Trek. Dan kun je spacen op 2 manieren interpreteren. En dat is eigenlijk spacen zoals ze dat in Star Trek zouden doen. Maar je kan ook spacen als je high bent van wiet of andere drugs, sta je ook te spacen. Dus zo heb je weer een dubbele betekenis in 1 zinnetje. Anne Solly studeerde 3 jaar geleden af op de raps van de jeugd van tegenwoordig. Sindsdien gebruikt ze hun teksten tijdens lessen Nederlands. En het werkt. Ik vind het altijd wel grappig dat als je dit soort lessen geeft, dat ze aan het einde zeggen, oh, dus dat is een alliteratie of dat is beeldspraak. Dingen die ze prima weten, maar omdat ze het in hun eigen taal horen, zijn die leerlingen ineens wel heel enthousiast. 14 jaar geleden dacht ik dat ik special was, je moet niet dachten, zei ik altijd elke dag. Eigenlijk is deze twist wel weer heel grappig, want juist om te zeggen, je moet letterlijk niet dachten, je moet niet in het verleden leven, je moet niet bezig zijn met wat je dacht of wat je... waar je mee bezig was, je moet in het nu leven. Door rap te luisteren in de klas leer je taal in je eigen taal en niet met complexe, oude, vergeelde boeken. Tuurlijk hoor je dat als je ernaar luistert, maar ik had er nooit over nagedacht. Ik wist helemaal niet dat er zoveel diepgang in zat. Om ze helemaal te kunnen begrijpen moet je wel goed nadenken, ja. Diepgang dus, diepere gedachtes achter woorden. Heeft de muziek van de jeugd inderdaad een diepere betekenis? Soms lijkt het alsof de intellectuele luisteraar een excuus nodig heeft om naar onze muziek te luisteren en dat dat dan in de taal zou moeten zitten of zo. Maar ja, de muziek is gewoon de muziek en het ontstaat omdat wij met z'n vieren de studio ingaan en er plezier in hebben om het te scheppen. Ik heb nooit Pepijn midden in de nacht gebeld en gezegd, ik heb het nieuwe woord. Ja, ik heb een nieuwe letter. Tussen de R en de S in. Dat klinkt zo. Taalvernieuwing. De jongens zelf hebben er dus niks mee. Het is de buitenwereld die ingewikkeld doet en hun bijkans beticht van het produceren van muzikale literatuur. Het is leuk dat mensen ernaar luisteren en het leuk vinden en er ook nog iets mee doen in hun hoofd en het misschien nog wel groter maken dan het is. Dat is alleen maar goed, toch? Daar ben ik heel blij om. En soms ook een hele andere betekenis aan woorden hechten dan woordjoemelaars, dat zijn jullie. Woordjoemelaars, ja, het zou kunnen. Radiomaker en Irlandicus Frits Spits heeft de jeugd van tegenwoordig opgenomen in zijn boek De Standaards van Spits. Wat's gebeurd behoort tot zijn 90 mooiste Nederlandse liedjes. Maar waar het nummer over gaat, nee, dat weet hij eigenlijk nog steeds niet. Ik heb voor mezelf bedacht dat het een situatie is op het Centraal Station in Utrecht, waar vrienden elkaar tegenkomen, waar een bepaald gesprek ontstaat. En dat er is iets gebeurd en één weet wel wat er gebeurd is en anderen weten niet wat er gebeurd is. Dat is de essentie van dit verhaal. Ik heb de oplossing niet gevonden, maar ik heb er een aardige draai aan gegeven en dat staat in mijn boek. Terug naar What's Gebeurd, dat te vinden is op het debuutalbum van de jeugd van tegenwoordig, Parels voor de Zwijnen, nog steeds te koop. Dat staat hier echt. Maar waar gaat het nou over? Wat is het verhaal? Ik heb er dit van gemaakt. Dus dat, weet je, en dan gaat hij door. En dat is eigenlijk precies waar het voor is. Dat is precies waarom wij onze liedjes maken. Dat jij daar zelf gewoon
mee aan de haal kunt gaan. Het lijkt wel of ze een soort eigen grammatica en een soort eigen taal hebben ontwikkeld om de mensen die niets van hun muziek moeten hebben ook dan maar gewoon buiten te laten van jullie snappen het toch niet en dit is onze taal, dit is onze wereld. Dus een eigen soort taal ontwikkelen waardoor de jeugd van tegenwoordig helemaal zichzelf kon zijn. En ook, ik vond het ook wel vernieuwend. Het zijn creatieve gasten die veel met hun teksten doen. En dat anderen daar wat in zien, dat lijkt me alleen maar een mooi compliment naar ze. Het is zo raar alleen dat de kunstenaar zelf niet zo diepzinnig bezig is. Nee. Of lijkt te zijn. Ik weet niet of dat zo is. Misschien is het ook een imago dingetje. Of er een diepere gedachte achter de teksten van de jeugd zit, of niet. Morgen ziet het nieuwe album Manon het levenslicht. En dat zal waarschijnlijk niet het laatste album zijn. Jullie zijn elkaar nog niet zat? Nee. Dat is best bijzonder toch, na zoveel tijd samen? Ja, weet ik niet. Ja, we zijn gewoon vrienden en als je vrienden na 10 jaar al zat bent, dan... Ik ben jullie op zich wel zat, maar ja. Niet meer zat dan ik andere mensen zou zat zijn. Ja, precies. Op een gegeven moment dan moet je tegen jezelf zeggen, ja oké, dit zijn dan inderdaad de gasten waar ik mij voor de rest van mijn leven aan ga irriteren. Ja. Op een leuke manier, toch? Op een leuke manier, ja.